Ja, leuk Mirel. Ik hoor je van alles zeggen over officieel trouwen of ceremonieel trouwen. Maar ik heb echt even moeten opzoeken wat je daar nou precies mee bedoelt. Ja, voor mij is het inmiddels gesneden koek. Maar ik kan me voorstellen als het niet je dagelijkse bezigheid is, dat het vragen oproept en enige uitleg nodig heeft. In deze video ga ik je vertellen wat het verschil is. En misschien heb je nog helemaal geen voorkeur. En dan helpt het je wellicht ook om een keuze te maken. Mijn naam is Mirel Fleur en ik beantwoord graag alle vragen die je maar hebt over de ceremonie of alles wat daarmee te maken heeft voor jullie liefdesfeest. Dus ben je op dit moment je bruiloft aan het plannen en heb je vragen? Abonneer je dan gelijk even op mijn kanaal, want ik ga je helpen om het tot een onvergetelijke dag te maken. Nou, wanneer je de liefde viert, kan je alle kanten op. Maar hoe vul je dit dan precies in? Wil je gewoon de liefde verklaren in het bijzijn van iedereen die belangrijk voor jullie is? Of wil je voor de wet vastleggen dat jullie je leven samen delen? En als dit laatste het geval is, wil je dat dan doen op de dag van je bruiloft? Want daarin zit het belangrijkste verschil. Bij een officiële huwelijksvoltrekking leg je op de dag zelf vast dat jullie een verbintenis aangaan. Dus stel je voor dat je op 1 juli wilt gaan trouwen, dan is 1 juli ook de datum waarop jullie dat officiële jawoord geven, de verklaring wordt gegeven door de trouwambtenaar en jullie de huwelijksakte tekenen. En bij een ceremoniële voltrekking is dat dus niet zo. Oké, geen officieel moment hoor ik je denken, maar hoe dan wel? Nou, zo'n ceremoniële voltrekking kan natuurlijk in alles lijken op een officieel huwelijk. Inclusief het geven van het jawoord, het uitwisselen van ringen en het ondertekenen van actes. Alleen die actes zijn ceremonieel en ze worden niet opgenomen in het archief. Misschien ga ik de verwarring nu nog groter maken, want je kunt ook kiezen voor zo'n ceremoniële voltrekking wanneer je wel officieel wilt trouwen. Ik leg het je uit. Je kan er namelijk voor kiezen om op een ander moment bij de gemeente te gaan trouwen. En als die datum voor jullie nou niet zo heel veel betekenis heeft, dan zou het ook een interessante optie kunnen zijn, want je kan er behoorlijk wat kosten mee besparen. Wanneer je op een gratis moment trouwt of kiest voor een budget of eenvoudige ceremonie bij de gemeente, daar heeft elke gemeente zijn eigen naam voor, dan kan je wel tot, afhankelijk van de gemeente waar je wil gaan trouwen, tot meer dan 1000 euro besparen. Dat is toch mooi meegenomen. Dit komt doordat de kosten die je normaal gesproken aan de gemeente betaalt om te mogen trouwen, de gemeentelijke leges, volledig wegvallen wanneer je kiest voor zo'n gratis optie. En dan kan je nog steeds op 1 juli je bruiloft vieren, maar ben je voor de wet getrouwd op 26 juni of 28 september of 3 december, wanneer er dan maar plek is. Want hoe zo'n gratis huwelijk eruit kan gaan zien, ga ik je vertellen in de volgende video. Stel jezelf de vraag hoe belangrijk het voor jullie is om op de dag van jullie bruiloft dus ook voor de wet vast te leggen dat je je leven samen deelt. En wanneer je daar antwoord op hebt, dan is het maken van de keuze voor een officiële of ceremoniële voltrekking waarschijnlijk een stuk gemakkelijker. En dan ben ik natuurlijk reuze benieuwd waar je voorkeur nu naar uitgaat. Dus laat het me weten in de comments. Ja, en heb je door deze video nou alleen maar meer vragen gekregen? Laat het me dan ook gerust weten, want ik beantwoord ze met liefde in de volgende video.